Ik denk dat je als antropoloog een betere wereld kunt creëren door andere mensen inzicht te geven in wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. Ik hou ook heel erg van mensen observeren, goed luisteren, goed kijken, weten wat mensen beweegt. De dingen zien die misschien niet zo snel gezien worden. Dus echt aandacht hebben. En vanuit de antropologie had ik het vertrouwen dat ik dat heel erg kon ontwikkelen. De periode die ik het meest koester is mijn veldwerk naar hoe in Nederland mensen worden uitgezet. Daar heb ik onderzoek naar gedaan en dat was aan de ene kant de meest mooie ervaring, maar aan de andere kant ook de meest pijnlijke ervaring. Ik heb antropologie gekozen omdat het de studie is die het meest aansluit bij hoe ik naar de wereld kijk.